In een van onze Camping Trend video's hebben we uitgelegd welke soorten campers er zijn. Buscampers, alkoofcampers, integraalcampers en de meest verkochte in Nederland, halfintegraals. Als je nou een gebruikte camper gaat kopen, waar moet je dan op letten? Het allereerste, vochtinwerking. En dat is echt funest voor een camper. Je kunt vocht tussen de wanden krijgen en dan ontstaat er schimmel of zelfs houtrot. Nou, je camper gaat muf ruiken, maar in het ergste geval gaat de stevigheid er helemaal uit. Vochtinwerking kan ontstaan door verkeerd uitgevoerde reparaties, door inwaterende ramen, door versleten kitlagen op het dak. Nou, veel oudere campers hebben bijvoorbeeld ook een houten bodem en die is doorgaans goed beschermd tegen steenslag. Maar als dat niet goed onderhouden wordt, dan kan ook daar vochtwerking ontstaan en dan voel je die bodem gewoon bewegen. Nou, en zo'n camper, die wil je echt niet tweedehands kopen. Nog iets waar je op moet letten, de bandjes. Die mogen echt niet ouder zijn dan 6 jaar. Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen dat zelfs. En verder gaat het natuurlijk om de algehele staat van onderhoud. Zijn de remmen in orde? Is de onderhoudshistorie van die camper bekend? Is de distributiesnaar al eens vervangen? En zijn er eventuele schades en zijn die goed gerepareerd? Kijk naar kleurverschillen aan de buitenkant. Maar zijn de kitlagen bijvoorbeeld al eens vervangen? En nog zo'n belangrijk ding. Is er veel door vorige eigenaren ingeknutseld. Je komt echt heel veel hobbyprojecten tegen met extra lampjes en loshangende bedrading. Of hobbybobs die zelf even een aircootje hebben geïnstalleerd. Is dat allemaal wel goed gebeurd? Is dat allemaal wel veilig? En dan nog zo'n misverstand over het gedoe met die vervuilende diesels. Moderne diesels zijn schoner dan benzinemotoren. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Oudere diesels kunnen echte roetproesters zijn, maar dan praat je echt over de oude beestjes. En dan mag je de stad niet in, horen we dan. Ons antwoord is dan, waarom zou je de stad mee in willen? Met een camper heb je daar helemaal niks te zoeken, ook niet met een nieuwe. Rond elke stad zijn er campings en camperplekken en vaak is dat heel dicht bij het openbaar vervoer, bij het busstation of de trein of de metro. En anders pak je gewoon lekker de e-bikes om de stad in te gaan. Nou, tenslotte, een camper is gewoon een ingewikkeld ding. Het is een rijdend voertuig, er zit een motor in. Maar het is ook nog eens een keer een huisje met gas aan boord, watertanks, waterleidingen, afvoeren en elektriciteit. Twee systemen zelfs, 12 volt, 230 volt. En verder zitten er allerlei installaties in. Een kooktoestel, een koelkast, verwarming, allemaal zaken die onderhoud nodig hebben. En als dat goed is gebeurd bij een tweedehands camper, dan kun je zo'n wagen met een gerust hart kopen. En daarom wijzen wij altijd naar de BOVAG-dealer. Koop je daar een gebruikte camper, dan weet je dat het goed zit. Je hebt 6 maanden garantie en je hebt ook nog een geschillencommissie waar je op kunt terugvallen als je eens een keer een oneenigheidje hebt met je dealer. En dat is wel zo'n veilig idee. Want ook bij een gebruikte camper praat je over een flinke investering. En dan wil je gewoon een goede camper waar je nog jarenlang plezier van wilt hebben.